Welkom allemaal bij Science by Stars en in deze aflevering toelatingsexamen tandarts chemie 2018 vraag 5 en 6. Vraag 5. Een oplossing van waterstofperoxide kan gebruikt worden als ontsmettingsmiddel. Het waterstofperoxide wordt in zuur midden door permanganaationen geoxideerd volgens de onderstaande reactievergelijking. 35 ml van een aangezuurde kaliumpermanganaatoplossing met een concentratie van 0,1 mol per liter zijn nodig om al het waterstofperoxide te laten wegreageren in 50 ml ontsmettingsmiddel. Wat is de concentratie van waterstofperoxide in dit ontsmettingsmiddel? En dan geven ze hier vier opties die alle vier even waarschijnlijk zijn, omdat je hier dus ziet dat die eenheden, die zijn allemaal correct. Dus we gaan gewoon moeten rekenen. En hoe gaan we hiermee starten? Dat is een typische stoichiometrievraag opnieuw. Je krijgt een reactievergelijking, je krijgt concentraties en de bedoeling is natuurlijk dat we via mol hier dit in onze stoichiometrische vergelijking gaan brengen, dat we uiteindelijk het aantal gevraagde mol gaan berekenen en op die manier dus terug naar die concentratie gaan van die waterstofperoxide in dit ontsmettingsmiddel. Maar we moeten beginnen bij het begin en dat is het eerste stukje, dat is hoeveel mol permanganaat heb ik in deze oplossing zitten. En wat heb ik gegeven? Ik heb 35 milliliter, oftewel 0,035 liter. Ik zet dat graag altijd onmiddellijk in mijn gegeven om naar liter, zodat je daar in je oefeningen zelf niet meer achterkomt dat je dat toch nog moest doen. Ik heb een concentratie van 0,1 mol per liter, oftewel molair. En ja, dit is niet zo moeilijk natuurlijk. Mijn concentratie maal mijn volume is mijn aantal mol. Mijn concentratie maal mijn volume is mijn aantal mol. Ik kom op 0,0035 mol uit, oftewel dus 3,5 maal 10 tot de min derde mol permanganaat ionen. Dan vraag ik me af hoeveel mol waterstofperoxide heb ik dan? En dan ga ik natuurlijk hier mijn stoichiometrisch verband moeten hebben. 2 mol van mijn permanganaat reageert met 5 mol waterstofperoxide. Maar ik heb niet 2 mol van die permanganaat. Ik heb 3,5 maal 10 tot de min derde mol. Dus wat ga ik moeten doen? Als ik dit maal 571 doe, kom ik hier op die 2 mol terecht. Ah, dan ga ik 5 mol moeten delen door 571 om uiteindelijk op mijn aantal mol waterstofperoxide te komen. Dat is natuurlijk de regel van 3. Hè? Dus van hier maal 571 moet je hier delen door 571, omdat dat verband natuurlijk gelijk moet zijn. En dan kan je hier eigenlijk als controle gaan kijken, verhoudt deze zich als 5 tweede tot deze. En dan zie je hier inderdaad dus iets meer dan het dubbel van deze is de helft van deze, of deze is iets meer dan het dubbel van de die. En dan zit je natuurlijk juist. Dan gaan we verder kijken. Ik weet nu hoeveel mol peroxide dat ik heb. De vraag nu is, wat is die concentratie van die waterstofperoxide? En dan moet ik hier gaan kijken. Hè. Ik weet dat ik 50 milliliter heb. Ik weet dat ik daar in die 50 milliliter 8,75 maal 10 tot min derde mol waterstofperoxide heb zitten. Dus dat is opnieuw een simpele concentratieberekening. En dan kom ik hier op 0,175 mol per liter uit. En dat maakt van het enige juiste antwoord op vraag 5 antwoordmogelijkheid B. Vraag 6 voor de reactie A plus B geeft A, B woorden voor 3 experimenten, telkens de beginconcentraties en de overeenstemmende beginsnelheden weergegeven. We zien hier de 3 experimenten, je ziet de beginconcentraties van onze A, je ziet de beginconcentraties van onze B en hier zie je de reactiesnelheid. Wat is de beginsnelheid van de reactie als A, de concentratie van A, gelijk is aan de concentratie van B, gelijk is aan 0,40 molair. En dan zeggen ze hier 64 mol, 48 mol, 32 mol en dan 16 mol. En dit is ja, als je dit kan, dan is het simpel, maar als je dit niet kan, is het natuurlijk moeilijk. Dit gaat over reactiesnelheid. En wat is typerend aan reactiesnelheid, is dat we daar eigenlijk geen vaste formule voor hebben, maar dat die altijd experimenteel bepaald moet worden, vandaar dat je dus die 3 experimenten krijgt. In tegenstelling tot chemisch evenwicht kan je hier door middel van je reactie, coëfficiënten, kan je gebruik gaan maken. Hier kan je die niet zomaar invullen. Hier ga je die dus moeten afleiden uit die concentratieveranderingen in die 3 experimenten. We zien dus de reactiesnelheid is gelijk aan de reactiesnelheidsconstante maal de concentratie van A tot een
coëfficiënt maal die concentratie van B tot een coëfficiënt. En deze, die hebben niks te maken met de coëfficiënten in de reactievergelijking. Dus anders als chemisch evenwicht bijvoorbeeld. We gaan eens kijken hoe dat we hier moeten mee starten. We weten namelijk al wel het een en het ander vanuit die experimenten. Als ik hier experiment 1 en experiment 2 ga vergelijken, dan zie ik dat de concentratie van A gaat verdubbelen. Maar dan zie ik hier dat mijn reactiesnelheid gaat verviervoudigen. Dat kan je enkel verklaren als die coëfficiënt hier een macht is natuurlijk. En we weten dus hier, die macht is de tweede macht natuurlijk. Als dit verdubbelt, dan gaan we hier een tweede macht moeten zetten. Het tweede wat we weten is als we experiment 2 versus experiment 3 gaan vergelijken. Als ik dan hier eens naar B ga kijken, dan zie ik hier dat de concentratie van B gaat verdubbelen, maar dat de reactiesnelheid hier ook gaat verdubbelen. Dus de reactiesnelheid verdubbelt, de concentratie verdubbelt en dat kun je natuurlijk alleen verklaren als die macht hier gelijk is aan 1, dat die verhouding gelijk is. Dan weet ik mijn twee coëfficiënten, dat is al heel fijn natuurlijk. Nu moet ik mijn K nog gaan berekenen of mijn V, dat ik die 1 van die 2 nog weet. En ik kan natuurlijk zeker al mijn gegeven gaan invullen. Als ik hier mijn gegeven invul hier uit mijn eerste experimentje, dan kan ik hier die K gaan berekenen, want die K, die weet ik. Ik kan hier zeggen dat mijn reactiesnelheid is 1, mijn concentratie is 0,10, de coëfficiënten heb ik berekend en dan kom ik op een K van 1000 uit. Ik kan dat ook voor een andere doen, maar hier zijn mijn getalletjes gewoon veel eenvoudiger dan daar. Ik weet mijn K en dan kan ik gaan starten met wat ze eigenlijk vragen. En ze vragen, wat is de reactiesnelheid als die concentratie van A gelijk is aan die concentratie van B, gelijk is aan die 0,40. En als ik dit dan ga invullen, ik ga hier 0,40 invullen, dan weet ik dus 0,40 voor A, die is gelijk aan B, die is ook 0,40. Ik ken mijn coëfficiënt en ik ken mijn K, kom ik op een reactiesnelheid uit van 64 mol per liter. Per seconde. En dat is het enige juiste antwoord op vraag 6, is antwoordmogelijkheid A, 64 mol per liter per seconde. Dat was het voor vraag 5 en 6. Geef zeker een duimpje omhoog als je dit een leuke reeks vindt. Dankjewel voor het kijken en ik zie je voor een volgende les. Dag!